Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik wil heel graag zeggen dat ik lekker heb geslapen. En ik wil ook echt niet te lang doorgaan op de zeurende toon van de afgelopen tijd. Van dat we ziek waren geweest, verkouden, hoofdpijn, buikgriep, spugen, diarree, de hele mikmak, noem maar op. En dan komt natuurlijk de schouder van Mayon erbij. Maar ik werd afgelopen dag wakker. Ik was helemaal in de war. Ik begreep er echt compleet niks van. En Mayon die ging in één keer opstaan, die ging thee voor me maken, deed de hoofdpijn. In. En ik dacht, hè, ja, volgens mij ben ik aan het hoesten. En Mayon zei aan het hoesten, gast, dit is niet normaal wat je aan het doen bent. En toen in één keer merkte ik dat ik gewoon echt elke 20 seconden of zo keihard aan het hoesten was. En op een gegeven moment, na ik denk iets van 20 minuten, een half uurtje, kreeg ik gewoon helemaal tranen in mijn ogen omdat het zo pijn deed van elke keer hoesten. En ik denk dat dat komt omdat ik gisteren de video heb opgenomen van de eBay pakketjes. Mocht je die niet gezien hebben, die is echt superleuk geworden. Heel lang natuurlijk weer, maar superleuk samen met Sheet, Daniel en Rutger. En omdat ik in lange tijd niet zoveel heb gepraat als gisteren, 2 uur lang achter elkaar, is mijn keel waarschijnlijk een beetje tegen me ingaan gegaan en gezegd van jij krijgt heel veel pijn nu omdat je zoveel hebt gepraat. Dus ik had echt knijtersveel last van mijn keel. En deze hoest valt heel erg mee. Vannacht was niet normaal. Ja, dat was echt niet normaal. Het was 3 uur en ik had gewoon nog niet geslapen, want jij was alleen maar aan het hoesten. Ja, dat vond ik zo sneu voor Mayon ook. En zelf werd ik op het begin niet wakker van, maar toen ik het eenmaal door had, omdat Mayon zei ik ga een theetje voor je maken en alles, toen was ik helemaal de weg kwijt. Dus ja, dat was een beetje huilen omdat ik zoveel pijn had aan mijn keel. Uiteindelijk viel ik in slaap en heb ik nog wel even een paar uurtjes geslapen, maar ben niet helemaal fit. Maar goed, het is voor wat het is. Ik ben nog nooit op deze manier ziek geweest, dat het goed gaat, slecht, goed, slecht, goed, slecht. Dat echt een rollercoaster is zo. Maar ik hoor het van meerdere mensen hoor. Veel mensen die zijn of aan de scheid of hebben buikpijn. Of die hebben gewoon griep te pakken. Het gaat echt heel erg rond. Hoe noemde de buurvrouw het? Zomerziek of zo? Zomergriep, ja. Zomergriep. Dus, nou ja, goed. In ieder geval, ik heb hier een heerlijk, ik wou zeggen cakeje. Maar dit is niet. Dit is een lekker wop, wop. Ja, ik kan het even snel laten zien. Kijk hoe mooi dat eruit ziet. Lekker hoor. Deze ga ik even lekker opeten. En dan gaan we voor de eerste keer naar de fysio voor jou. Yes, ik heb er zo zin in. Ja, dat is echt nice. Hopelijk wat meer bewegen en zo. Ja, tenminste nu gewoon even een soort van sporten. Dat voelt wel lekker. Ja, ik ben benieuwd. Let's go! Let's go! Ze heeft er zin in. Ik heb ervoor gekozen, expres, om nog niet te gaan trainen bij Raymond. Maar wel om even te kraken. Dus dat leek me wel een goede, verstandige optie. Was ik ermee eens? Ja. Wacht, Raymond. Oh mijn god, dit zouden we altijd al een keer doen. Ik heb iets. Oh, je hebt een microfoon. Ik heb een microfoon. Zal ik die pakken? Ja, je mag van maar als je dat wil. Ja, heb je daar nog tijd voor dat ik die even snel? Ja. Ligt in de auto. Oh mijn god. Hoezo denk je dat? Ik denk, wat ga je... Nee, omdat ik... denk, jij gaat een grapje uithalen of zo, maar... Nee, ik ren even snel naar de auto, ja. Oké, doe je ding. Doe je shirt aan, joh. Nou, het microfoontje is erbij. Yes. Ik ben benieuwd. Waar ga je nou neerleggen dan? Ja, dat hangt vanaf waar je maar gaat kraken. Ik ga nu eerst je rug doen. Je kan hem op Raymond's en kraag doen, want jij buigt over hem heen. Nee, want... Ik kan hem gewoon hier neerleggen op de handdoek. Oh ja. Nee, maar je moet met deze, moet je bij de plek zitten van waar het kraakt. Doe ik hem in mijn hand. Oh ja. Dus... Probeer ik hem in mijn hand te doen. Oh ja, dan daar. Diep in. Uit. Dat is een lekkere. En uit. Oh. Heel lekker. Ga je ook wel horen. Zo. Ja. Hier gaan we even naar je nek. Mag je wel even tillen? Ja, misschien in. Oh my god. Oh my god. Kom los. Oh my god. Die staat er wel op, ja. Die staat er sowieso op. Oh, die was heftig. Wow. Ik zag een leven een flits voorbij. Moet je dat dus niet gaan zeggen. Geen hoofd in de hoogte. Nee, dat was echt heel erg. Mag je even op je rechterzij komen liggen? Ja, er zijn best wel wat discussies over, hè? Over dit soort mobilisaties, manipulaties, ja. Okay. Vanaf het eerste moment dat ik hier kom, tot nu nog steeds, heb ik echt 100% vertrouwen en ben ik altijd alleen maar met een lekker gevoel weggegaan. Dan
dat ik kwam. Dus in de manuele therapie zijn daar best wel dingetjes over gezegd worden. Over of je het wel of niet moet doen. Een hele aanhang die het wel erin gelooft en erop vertrouwt en zo. Maar het gaat er met name om dat je signalen herkent en test van tevoren van is iemand hier geschikt voor ja of nee. Okay. En op het moment dat je er geen vertrouwen in hebt als therapeut zijn, dan moet je natuurlijk gewoon ten alle tijden zeggen van ik doe het niet. Ja. Kijk, bij jou weet je dat het gewoon goed is en dat we hebben de eerste keer naar het plafond gekeken, kijken of je een reactie krijgt, weer teruggezet, et cetera, et cetera. Ja. Dus dan weet je gewoon dat het kan. Maar op het moment dat ik daar geen vertrouwen in zou hebben, zou ik het sowieso niet doen. Ja, nee, het voelt voor mij altijd super fijn. Raymond, die legt me altijd zo in een mooie flexmodus neer. Nee, hij legt me hier zo. Mijn arm zo. Ja. Lekkere houding hoor. Zo. Een beetje aan te passen aan de bewegelijkheid en de beweging die jij van het vraagt, zeg maar. Dus hoe minder je in die ruimte komt. Beetje spannend nog. Ja, heel spannend. Het is ook spannend. Het is voor het eerst dat je hem dan helemaal los hebt. Het ziet er gewoon helemaal niet uit. Het ziet er rustig uit. Ik had de eerste paar dagen best wel te vocht hier. Ja, ja, maar dat is de operatie. De operatie. Gewoon heel rustig, even een minuutje. Gewoon even rustig, mag je mee bewegen. Dus even zo aan. Ja, zo. Even rustig naar achter tot zover je kan. En naar voren zover je kan. Dan mag je doen. En wat voel je hier? Trekken? Ja, ik kan het niet zo goed omschrijven. Het voelt heel gek of zo. Oké, okay, maar het is niet steken. Maar het voelt wel een beetje alsof hij, zeg maar, zoals het vroeger was, dat hij bijna uit de kom gaat. Ah, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat is zo dat gevoel. Nee, één ding, dat kan niet. Maar ik snap dat je het een beetje gek voelt. Op dit moment is Marjan bezig hier achter mij met een paar walking lunges. Dit is de eerste keer weer sinds de operatie dat Marjan bezig is met de revalidatie bij de fysio. En ik hoor er al aardig ademhalen, maar ik ben super trots. Het gaat hartstikke lekker. Laatste, dat is echt weer pittig. Ja, omdat mijn benen ongeveer 80% minder bloed krijgen door die banden. Oh, je hebt banden om. Oh, wat de heck. Waarom staat ze zo gemakkelijk? Normaal met lunch, dus dan ga je niet zo snel kapot. Nee, maar die knijpen je bloed af of zo. Ja, nee, ze zorgen ervoor dat het veneuze bloed, de terugvoer wat wordt verminderd. Waardoor eigenlijk het lichaam stimuleren op aanmaak van groeihormonen en een stukje herstel voor haar schouder. Dus okay. Direct zijn we nu vanuit de benen bezig om haar schouder sneller te laten herstellen. Oh, dus we zijn eigenlijk het lichaam nu aan het drukken dat het denkt dat het heel zwaar aan het trainen is, wat eigenlijk niet zo is. Oké. Okay. Dat komt door die banden. Nou, lekker bezig. Dat we zo meteen die occlusie opheffen, zeg maar, dan komt dat vrij. En dan denkt het lichaam van, ik heb echt een workout gedaan, niet normaal. Je mag ondertussen weer beginnen. Dus op die manier kunnen we in een geopereerde schouder best wel veel effect krijgen. Lekker hoor, schat. Acht. Hoe lang ben je nu al aan het fietsen? 5 minuten, ik ben nu klaar. Rustig afstappen. Het is echt 500 meter gevoel gewoon. Ja, van schaatsen bedoel je? Ja. Helemaal verzuurd, bijna niet kunnen lopen. En besef dat je dan de ijsbaan afkomt met je schaatsen aan, hè? Dat je dan zo loopt. Nee, wacht. Ga je het hier doen? Ja, anders moet je dat hele stukje als een soort eend. Nu haal je de druk er weer vanaf, ja, zeg maar. Ja, de druk er weer af, yes. Oh joh. Dus nu krijg je in één keer weer... Sick hoor. Maar wel lekker getraind. Lekker. Een beetje duizelig. Ja? Ja, maar dat zei ik al toen straks ook. Dus ook de eerste inspanning weer naar je operatie. Ja, wel knap hoor. Even in mijn hoofd zit het koude ijzer. Ja, wel lekker gedaan ook. Ja, de eerste keer weer trainen. Kijk hoe mijn hand eruit ziet. Wat? Lijkt gewoon alsof ik schimmel heb. Oh, dat is ziek. Hoe kan dat? Dat ja, hier dat wordt het nu afgeknepen. Te maken. Maar er niet zo heel veel druk erop staan. Dus het is gewoon voor jou een vegetatieve reactie. Tenminste, misschien heb je ook wel heel snel dat je rood kleurt en dat soort dingen. Ja, mijn gezicht wel. Ja. Oké, mag je 15 herhalingen maken? Maar het gevoel is goed, toch? Je hebt nog geen druk nog steeds. En nu voelt het voor haar weer alsof ze zieke gewichten vast heeft. Ja. Terwijl het enige wat ze doet is met de armen omhoog naar beneden. Ja, haar lichaam denkt straks van je hebt echt super zware biceps curls en super zwaar getraind. En dan kunnen we nu vrij snel al in die schouderrevalidatie starten met een stukje training. Dus we bewegen nu wel in de schouder. En we denken, laten het lichaam eigenlijk denken dat het al heel zwaar heeft getraind. Wat een hele positieve aanmaak voor bepaalde herstelhormonen heeft, zeg maar.
Ziek hoor. Ja. Oh, ik keek naar Enzo en toen kreeg ik zo'n zieke scheut door mijn schouder. Toen ik die kant op deed en toen mijn arm omhoog. Ja. Ja. Het is allemaal nog wel heel gevoelig. Je moet wel echt recht naar voren kijken. Ja, je moet alles heel geconcentreerd. Rustig, goed zo. Die hand is echt zo erg. Ja, ziet er echt gek uit inderdaad. Deze ook wel een beetje. We zijn heel eventjes bij Milan, we gaan even wat opnemen. Gasrekening, rustig aan. Hè? Oh ja, ik doe de deur meteen wel dicht, sorry. Ja, ja, ja. Ik ga rekening mee houden. Ja, ik heb ook rekening mee, want ik krijg hem binnen. Ik heb nog wat voor je verjaardag samen met Rutger. Oh. Ik denk dat je het keihard gaat vinden. Oh, je hebt er iets gevonden in de buiten. Yes, maar echt iets superleuks. Kijk wat dit is. Deze heb ik. Nee. Ja. Serieus? Ja, deze heb ik. Oh my god. En ik heb er ook twee. Dit is toch keihard? Ja, dat is super vet. Voor ja. Je controller of je telefoon? Ja, ja, ja. Ik heb deze. Ik heb deze naast mijn computer staan. Doe ik mijn telefoon in. Oh, dan neem ik hem wel mee. Ja. Ik vond hem ook lief, vet. Maar ik heb deze en ik heb ook die van de andere Halo. Want dit is van Infinite, de nieuwe. En ik heb ook die andere. Geniaal. Ja, kijk. Bedankt, maar nee bedankt. Zo kan je dus je telefoon of je controller erin doen. Maar ik heb deze niet. En ik heb wel een controller altijd gewoon op mijn bureau liggen. Dus het is wel veel vetter. Ja, gewoon doen. Oké, keihard. Nou, ja, thanks. Bedankt, maar nee bedankt. Thanks man. Ja. Hey, bedankt voor het cadeau bro. Hey Rutger, je weet het nog niet, maar dankjewel Rutger. Thanks voor het cadeau. Echt wel blij mee. Wel lief dat je aan me denkt. Ja, tuurlijk. Bro, ik had ook andere Halo poppetjes gevonden en zo. Altijd even aan jou denken. Ja, man lief. Ja, geniaal. Ja. Dames en heren, er staat een dikke vrachtwagen hier voor het huis. En die zijn bezig met de nieuwe woning. En om nog wat specifieker te zijn, is dat als het goed is... Zo, wat een lawaai. Is het als het goed is, de vloer storten over de vloerverwarming heen. Dus ik weet niet wat voor constructie dit allemaal is. Maar ze zijn in ieder geval lekker bezig. Kijk dan, wat is dit allemaal joh? Laten we even kijken. Ik zie allemaal snoeren lopen. Kijk daar. Hey. De deur. De deur is gemaakt. Althans, de opening. De deur zit er nog niet in, maar de opening wel. Alle geweld gaat erin. Vet, hè? Kijk dan. Oh, dat is echt vet. Die slang die gaat helemaal heen en weer. Vloerverwarming. Even vasthouden. Zo, zo, zo. Echt ziek. Hoi. Hoi. Gaan we rijden. Kijk dan. Hoi. Hallo. Nice. Wat komt er op de vloer dan? Nou, hier zijn ze dus mee bezig, dames en heren. En dus hier de opening al voor de deur aan de zijkant. Netjes hoor. Heel nice. Kijk hoe clean dit er nu uitziet, dames en heren. Daarboven zie je namelijk ook super fijn die rand zitten. Daar. Dus het ziet er echt, echt netjes uit. Oké, we gaan even naar binnen in het huis. Daar zijn ze nu namelijk bezig met stukken. En aangezien Shahid nu ook eventjes mee is, kan hij ook eventjes in de badkamer kijken. Want de tegels zijn natuurlijk geleverd door Shahid. En ook de badkamer spullen. Dus we gaan eens even koekloeren. Zo, er kwam gelukkig nog iemand even van de aannemer. Die kwam even langs om te vertellen dat ik hier niet in moet stappen. Oh. Jullie stapten er bijna in. Ja, echt. Maar daarom wacht ik. Maar ik werd gewaarschuwd. Ik stond hier om het hoekje te filmen en wachten tot jij binnen. Ja, helaas, helaas. Ik werd gewaarschuwd. Hoppakee. Ik ben weer gleeuw nog bijna. Zo. Nou, dit is in ieder geval super strak. Ja, deze is nu ook gestuukt helemaal. Oh ja, inderdaad. Die was vorige keer nog roze. Ja, yep, deze muur is ook gestuukt. Hier ook. Hier ook. Ja, alleen die nog niet. Ja. Maar dat is weer zo'n andere wand, hè? Dat is meer met die tegels. Of met die tegels, met die blokken. Ja, dit is een andere wand. Dus ik denk dat ze deze andere wanden allemaal ook tegelijk doen. Maar dat ziet er echt wel clean uit. We gaan even boven kijken. En Shahid, die gaat even foto's maken. Ja, dan moet ik zo meteen de foto's aan het bad erin staan in het bad. Ja, before en after. Ja, we zien ze allemaal even foto's aan het maken van hoe het er hier nu uitziet en later. Ja, dat is wel echt super vet namelijk. Ja, de badkameronderdelen, wasbakonderdelen, spiegel. Alles erop en eraan straks. Echt super nice. Echt blij dat er zoveel mensen bezig zijn. Het is echt top om te zien. Kijk hoe dit eruit ziet, mensen. Het wordt helemaal glad gemaakt. Zo fijn om te zien dit. Go, daar ook. Kijk dan. Echt super mooi vlak zo, hoppakee. En hier dus ook. Kijk dan. Heel erg nice, echt dik. Ja, dit wordt super. Dit wordt echt super. Hoi joh! Ik zag je mijn ogen. Ik ben zo slow motion die erbij kan. Zo, jij strook meer dan Lars. Jij had net zo. Hij dacht, alles goed? Ja, maatje, goed jongen. Lekker hoor. Alles goed? Je had moeten schreeuwen of zo. Ja, ik heb last van mijn keel, dus ik dacht, ik hou me in, ik hou me in. Oei, oei, oei. Nou, top dat jullie er zijn. Sowieso. De Enzo Limpikkenaren. Enzo. Ja, is dat een hond? Dat is mooi, hè? Even zelf. Even een freestyle. Zeker. Zo, even een vet shirt aan. Cool, hè? Ja, gaaf man. Ziet er leuk uit. Oké, let op, Noël gaat zo hard schrikken, dat is niet normaal. Let op, ik ga hier bukken.
Toch, hè? Ik zat achter die doos, hoor, zo, hoor. Dames en heren, de voorbereiding voor de Enzo Olympics. Er is één iemand er alleen eventjes niet bij, want die moest naar de tandarts. Dat is ook belangrijk, natuurlijk. Of wat vinden we daarvan, dat dit niet bij is? Kan niet. Rustig. Nee, we missen twee mensen. We missen Thijs, die komt misschien straks nog naar de tandarts. En we missen Shahid, de andere presentator. Dus Daniel is er alleen, maar jij kan lullen voor twee. Dus. Precies. Is ook een vraag. We beginnen even met een gembershotje. Dus zijn de vitamines die we nodig hebben. Pak allemaal even een gembershotje. En dan doen we even santé. En dan gaan we even proosten. Even een shotje. De eerste challenge, wie de meeste shotjes hebben. Ik ga echt over mijn nek. Ga je over je nek? Nee, ik ga even echt niet lekker. Is dit jouw houding met de Enzo Olympics? Is dit jouw Enzo Olympics houding? Dit is toch gewoon niet. Ja. 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 Santé. Oké. Okay. Santé, wel allemaal proost hier. Wel allemaal proost hier. En aankijken, Thijs proost. Zeer belangrijk. Ja. Oké, okay, daar gaan we. Yes. Santé. Yes. Wow, dit is Alex. Oh, maar deze is lekker. Dit is wel een tropical. Dit is van de taxi. Oh, het drinken. Van dat hele neus in. Oh, je is wel lekker. Hey, lekker, lekker. Oh nee, ik had het niet meer jou. Nee, hey, gast. Wat heb je dat gedaan? Vind je niet lekker? Nee. Stinkt het? Nou, heel gezond, Nicole. Ja, het is gewoon vies. Nou wel, kom op. Is gewoon vies. Nou wel, nou wel, nou wel. Nou wel, nou wel, nou wel. Kom op, maat. Is het nou wel? Nee, dat kan wel, maat. Hey, bro, ik wil het proeven. Eentje. Deze is niet scherp, want die hebben we zelf gemaakt. Nee, hij is echt niet scherp. Hij is echt niet scherp, die hebben we zelf gemaakt. Oké, komt ie. Hoi. Hey, lekker. Ja, dat is echt scherp, hè? Nee. Valt mee, deze valt mee. Ik heb kippenvel zo. Maar deze valt mee. Ja, valt mee. Valt mee. Oké, okay, ik heb hier even wat leuke spelletjes. Ik heb wat leuke vraagjes. En dan zou ik zeggen, laten we daar even staan in een groepie. Daniel die heeft, ja, we zijn allemaal op onze eigen manier druk. Daniel die heeft straks nog een andere opname. Dus ik ga eerst even vragen stellen aan Daniel. En die ga ik koppelen aan iemand anders. Yes? Ja. Dus de eerste is een koppeling tussen Daniel en Noël, ja? Okay. En de vraag is, vertel jullie meest intieme wens samen. Oh. Dit is even een teamverband krijgen, hè? Ik denk iets met een vis, hè? Meest intieme wens samen? Ja, wat jullie samen nog een keer willen doen, intiem. Nou, het lijkt mij wel heel gaaf. Het lijkt mij gaaf, ja. Samen eens een keertje tegen een feest. Mm. Een technofeest. Nee, heel intiem. Ja, deze jongen is ongeveer iedereen. Hij is natuurlijk net 18 geworden, dus hij. Net 18? Ik ben 19, 20. Ja, dan kan je gewoon met Sugar Danny Danny. Ja, dat lijkt me wel. Sugar Danny. Gaan we samen een feestje? Gaan we doen. Okay, dus we gaan een keer een technofeestje pakken. Dan geef ik hem aan jou. En dan mag jij een kaartje pakken. En dan mag je twee mensen van tevoren opnoemen. En daar hoort het kaartje bij. Milan en Nicole. Cute! Wat is dit? Vertel wanneer je voor het laatst verdrietig was en waarom. Aan elkaar. Aan elkaar. Oh, wat. Nicole is er echt makkelijk voor. Hè? Dit is gewoon vanochtend omdat ze de veder niet goed gestreken heeft. Nee, dat is niet waar. Okay, ik had laatst gewoon een zielig filmpje op YouTube gekeken toen we schuilen. Welke zielig filmpje? Ja, weet niet. Gewoon heel veel. Waar ging het over? Ja, een video van Milan. Janken toen. Dadelijk ineens stopte. Wanneer moest ik voor het laatst? Ik weet niet eens. Maar hoef niet te huilen. Hij was verdrietig. Verdrietig? Ja. Ik was wel verdrietig toen ik. Toen ik er vroeg voor de Enzo Olympics. Hier in thuis komen. Maar wanneer was ik verdrietig? Ik was verdrietig toen mijn hond weg moest. Toen was ik heel verdrietig. Nou ja, dat is wel sneu. Ja. Ja. Dan zag ik dus laatst wat van op TikTok dat iemand dat had gerepost en ik werd ook een beetje verdrietig. Ja, echt waar. Ik moest waarschijnlijk huilen toen. Ja. Ik heb nog geld achter de schermen. Ik vond jouw verhaal verdrietiger, dus ik geef jou het pakje kaarten. Oké. Okay. Ja, nog voor jou. Ik moet jullie helaas wel even. Ja, moet je er vandoor? Ja, ik moet echt vandoor. Want staat doe even eentje voor Daniel dan. Okay. Dit is voor Daniel en Enzo. Voor ons twee. Dan moet je een keer lachen. Daniel, probeer te raden welke romantische wens Enzo op dit moment heeft. En kun je deze wens in vervulling laten gaan? Met jou, hè? Wij twee dus. Romantisch. Weer romantisch. Ja.
Ja, gek hè? Dat spel heet liefde. Wat denk je dat mijn romantische wens is om met jou te doen? En kunnen we die in vervulling laten gaan? Nou, ik denk dat jij heel graag een keer met mij beschuitjes wil eten. Ja, dat klopt. Die beschuiten in huis. Die is op. Maar dat klopt wel. Ik zou ook graag een keer met jou een beschuitje willen eten. Hé, hey, fijne dag nog. Leuk dat je er was. Ja. En ik zie je bij de Dance Olympics. Ik zie jullie eens bij de Dance Olympics. Als je niet komt, dan ben je gek. Snap je? Helemaal ook weglopen. Peace. Peace. Nice. Oké, okay, we gaan naar Daniel. Oké. Liefde. Ja, dat is mooi, hè? Pak je liefde. Ja, we hebben straks nog twee andere. We hebben nog de groene en de blauwe. We gaan nu even op het roze pakje. Deze is voor Pim en Lars. Oh, yes. Mag wel over in het mijn kaart zijn. Maar ik voel me wel echt super klein als je dat zegt. Ja, maar misschien, ho, breder. Ik hoorde dat jij al echt een boomer was, maar ik denk dat ik echt even moet gaan sporten, hoor. Nee, maar het is wel duidelijk. Lars is langer, maar ja. Pim is breder. Ja. Zo, spreek jullie grootste wens uit. Oeh, onze grootste wens. Ja, maar niet wat jullie samen gaan doen. Ik heb er één. Oh. Ja, wij wensen samen dat jij onderaan eindigt bij de Ernst Olympics. Ja. Wat? Wauw, wauw. Wij liggen nu op één lijn. Maar dat is alleen maar goed, want dat betekent dus dat ze mij hoog inschatten allemaal. Dus nou, dan geef ik hem door aan Pim. Aan wie koppel je? Er zijn twee namen. Milan en Myron. Oh, deze is wel een hele goeie hoor. Hey. Geef je vriend of vriendin een dikke knuffel. En hebben we hem net nog gedaan. Oh. Oh. Nee, maar echt een harde knuffel. Ik ben echt... Nee. Pak even een goede. Zo hard. Nou, goeie. Ja, lief. Maar. Ik? Yes. Voordat ik hem lees, zeg ik Nicole en Noël. Ja, dat dacht ik. Komt hier. De twee N'en. Ja. Pak je fototoestel of telefoon en maak een serie lief en romantisch of gewoon lekker gekke foto's van elkaar. Hey. Ja. Ja, even een paar gekke foto's. Maar moeten niet samen. Nee, van elkaar. Nee, van elkaar. Ja. Voel me gelijk soort thuis. Zo romantisch. Maar deze is leuk. Niet samen, is genoeg, hè? Niet samen ook, hè? Ja. Doe even een leuke selfie. Leuk. Oh, ah, zo cute. Super. Ja, dat is leuk, dat is leuk. Niet stiekem posten voor live. Jullie twee. Lars en Enzo. Dat zijn wij twee. Naast die verhalen, ja. Wie wil iets doen en wie wil iets gedaan hebben? Wat? Ik wil wel iets gedaan hebben. Ja, ik ook wel eigenlijk. Dan moet jij een blindekon doen en Lars moet jou een rondje door het huis leiden. En hoe vind je het om zo afhankelijk van elkaar te zijn? Volgende kaart. Oh god. Mag ook over straat laten. Ja, het zullen we volgende doen? Ja, doe volgende. Nee. Maar we kunnen wel een andere keer doen. Ja, deze. Maar ik ken dit huis te goed, dus ja. Ja, ik ook, dus ja. Ja, dat heb je al gewoond, ja. Oké, okay, sluit je ogen en vertel tot in de puntjes welke kleding je vriend op dit moment draagt. En probeer zoveel mogelijk details te doen. Ja, ogen dicht bij je. Ogen, oké, okay, we allebei ogen dicht. Oké. Okay. Wie begint er? Lars, begin jij maar. Okay, jij hebt een groene B-pet op, een rood Ernst Olympic shirt, zwarte broek en die onderste die schoenen is moeilijk. Wat voor kleur onderbroek? Ik denk ook rood. Sowieso. Als jij iets met knolpouwen moet doen, dan doe je ook gewoon voor de gevoel een rode onderbroek aan. En nu de schoenen? Ja, sokken is paars en schoenen zijn Nike Air Force. Fuck! Nice! Maar... Alleen de broek was, ja, die niet, was goed. Niet goed. Nee, en de sokken. Oké, nou. En de sokken waren ook niet paars. Nee, oh ja. Lars die heeft een oranje shirt aan van Enzo Olympics. Yes. Lars heeft zijn haren gedaan. Ja. Jelletje, hè? Jelletje. Jelletje, de gele of de groene, ik denk. Ja, die grote pot, is hele haar. Die grote pot groen. Ja. Jij hebt een beige broek aan. Ja, zou goed fout kunnen zijn. Jij hebt gele sokken aan. En jij hebt geel-groene schoenen aan. Nou, je bent los. Wel geel. Oh, is,
camo, you know, not beige. Ja, het is een beetje beige, maar... Grappig dat je met elkaar in de ruimte bent en je daar helemaal niet mee bezig bent. Nee, dat je helemaal niet ziet wat iemand aan heeft eigenlijk. Maar ik moet wel zeggen dat jij wel altijd de gekste kleding aan hebt, ja. dus bij jou heel moeilijk in te schatten. Kleuren, ik heb ook niet vaak één kleur, dus... Nee, je hebt verschillende dingen. Ook dingen die niet kunnen of zo. Ja. Leuk gedaan. Jij had gewonnen, dat is sowieso, dus jij mag een bakje... Oké, okay. Pim en Milan wil ik graag samen. Oké, okay, leuk, leuk, leuk. Oh, we beginnen al. Oh, wat heb je? Ik heb hier zoveel zin in, ik ga het nu leggen. Schrijf met je vinger een woord op de blote buik van jouw vriend. Laat hem raden welk woord je hebt geschreven. Oké. Okay. Ik wil een hoop dingen bij jou doen, vriend. Heb ik ook echt zo'n lijn of een kruis? Het staat op je rug. Het staat ook op rug. Er staat blote buik op rug. Ja, maar dan wou ik liefst niet Oké, dus nu ga jij iets tekenen of iets schrijven? Schrijven. Iets schrijven op je rug en jij moet raden wat ik van... Maar op de blote rug. Ja, dan voel je het beter. Shirt. Oh, shirt? Dat maakt mij niet uit. Ik doe het. Maak je wel meer connectie met je shirt uit. Ja, rug beter. Ja. Dan moet je ook raden welke vinger heb je. Oké. Okay. Oh, wat leuk dit. Oh, vinger of... Nee, mijn vinger. Oh, een beetje tong. Letterlijk dit woord in mijn hoofd en ik zie jou omschrijven. Serieus? Serieus, ik zie die vingers gaan. Ik denk dat okay, wacht. Het winnen. Oh, winnaar! Winnaar, oh, winnaar. Niemand! Waar zit die in je hoofd? Het woord in mijn hoofd, serieus, ja. Winnaar. En dan nu andersom. Ja, ik vond hem goed, ik vond hem goed. Ja, oké, nou nu bij jou. Jij kan wel een grote woord schrijven op die rug. Ja. Locomotive. Ja. Ik heb werkelijk maar geen idee. Nee? Loser. Ja! Ik heb nog nooit zo'n loser terug. Loser! Goeie, goeie. Nou, top, leuk man. Dan, Milan heeft hem niet gekozen. Heb je al gekozen? Ik heb gekozen. Nee, Noël. Dan pak ik hem wel. Prima. Doe maar Noël en Miron. Ik ken elkaar. Dit is zo stom. Nou, Enzo, wil jij de kamer even verlaten? Want ja. Noël masseerde nek en schouders op liefdevolle wijze. Schouders ook. Kan niet, ja, schouders. Bij kaarslicht is het natuurlijk nog romantischer. Ik pak de kaars. Helaas. Ik pak wel even een andere. Noël, ja. Waarvoor vind jij dat Miron een compliment zou moeten krijgen? En Miron, daarom zou Noël een compliment krijgen. Waarvoor? Nou, ik vind jouw kledingstijl altijd super mooi, Noël. Nou, dat is super lief. Dat jij altijd super zorgzaam bent. Oh, dat is... Dat vind ik heel mooi. Goed. Okay. Gemene compliment. Mooi hoor, dit is mooi, dit is mooi. Wie noem je? Ja, Miron, die heb jij al gekozen. Ja. Oh. Nou, dan ga ik voor Nicole en Enzo. Oké. Okay. Okay. Laat je vriendin uitbeelden, of vriend, hoe jij het doet. Je vindt dat een kaartje. Wat heb je het over? Ja, ik ken de zin nog niet af trouwens. Wanneer je super blij bent. Oké, jij moet dus nadoen hoe Nicole doet als ze super blij is. Ja, ik denk zo. Nee, met geluid. Je moet haar gewoon. Oh ja, uitbeelden. Oh ja, uitbeelden. Ja, dat is wel super. Dat is hele ochtend zo. En ik dan? Ja, maar jij bent zo druk. Ja, nu moet je het nadoen. Ik weet wel één woord wat ik zou zeggen als hij heel blij is. Geen knolpouwen. Ja, jij doet dan zo, blijkbaar. Zo. Is mijn nadenk. Oh, ik dacht, hoe ben je nou blij dan? Ja, gewoon altijd. Ja, maar hoe doe je dan? Als je blij bent? Ongeveer zo, denk ik wel. Ik denk dat iemand op de bank ligt. Ja. Ja. Voor mij is het eigenlijk niet moeilijk, gewoon schreeuwen. Ja, en rennen meestal gewoon helemaal gek. Nou, onderuit gaan. Dat kan ik wel voordoen. Zie je mij wel gaan. Oké. Okay. Dat is goed. Ja, dat is een goeie. Oké, volgende spelletje. Ja, nog eentje. Ik vind hem leuk, hè? Milan en ik.
Dit mag lezen. Kies gewoon mezelf. Nee, ik pak een nieuwe. Oh. Vandaag is het jouw feestje. Doe een wens en laat hem door mij in vulling gaan. Uiteraard wel realistisch en in overleg. Maar ik heb maar... Ik zat te denken aan een Porsche Boxster toevallig. Is realistisch toch? Ik had een overleg, is ook realistisch. Zijn toch familie ook? Ja, zeker. Nee, realistisch gezien, even kijken, een wens weet ik eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk heel simpel, ik denk gewoon even een KP hoodie voor zondag en als ik terug moet lopen naar de auto, dat regent. Hij wil een hoodie. Een KP hoodie. Ah, dat is wel realistisch. Ja. Ik zit om me heen te kijken, maar ligt die vast wel ergens. Een helletje of zo. Schrijfend. Ja. Nou, top. We gaan door naar het volgende spelletje. Een wens? Nee, ja, mag ik maar alleen doen. Het is jouw feestje vandaag. Oh, was mijn feestje? Ja, dat is mijn. Oh, gelukkig. Ik heb volgende. Ik heb ook nog eentje. Bij de Ens Olympics gaat het erom dat we gaan strijden tegen elkaar. En daar komt een winnaar uit. Maar het is natuurlijk wel leuk om ook te laten zien dat we met elkaar om kunnen gaan als team. Dus kom er even bij op een rijtje. Pim, Noël, Milan, Lars. We hebben hier de kaartjes en dan staat hier bijvoorbeeld als eerste. Fluister een lange zin in het oor van je buurman links van je. Hij, zij doet dit ook bij de speler links van hem of haar. De laatste speler zegt de zin hardop. Wat is er nog overgebleven van jouw zin? Nou Milan, verzin maar een zin. Okay. Eén zin? Ja. Lisa Bakje kon traplopen, maar vroeger viel ze nogal vaak. Ja. Ja, ook weer zo. Wacht even, zo. Lisa Bakje kon traplopen, maar vroeger viel ze heel vaak. Ja? Waarom fluister jij? Erika doet het horen. Wacht even. Jullie praten er nu doorheen. Ja. Even stil. Maar nu kan je toch hardop zeggen? Nee, want eerst. Ik moet toch... Ja, hij moet hardop zeggen. Ja, Ja, ik hoor, Lieselot is heel knap en die valt van de trap. Dat zei ik helemaal niet! Nee! Ik zei Lieselot heeft een knot en viel van de trap. Knot? Dat zei ik ook niet. Wat zei jij dan? Nee! Jij hebt het sowieso expres verneukt. Nee! Nee, echt niet! Ik zei anders. Omdat ik moest het twee keer opnieuw zeggen, dus ik had het in mijn hoofd, maar toen stil of zij praten, en raak ik het kwijt. Lieselot heeft een knot, viel van de trap. Wat zei jij? Nu ga ik ook twijfelen, maar met Lieselot leerde fietsen. Ik hoorde hem Pim nog goed tegen Enzo zeggen. Nou, ja. Er was één woord wat anders ging. Ik zei Lieselot kan... Lieselotje. Lieselotje kan goed traplopen, toch? Zoiets zei ik. Ja. Iemand weet het ook wel weer. Nogal. Ik zei in ieder geval nogal. En toen was jij, dat maakte er heel van. En jij maakte er vaak van. Toen dacht ik, er is wel één woord veranderd. Ja. Dus, maar zo gaat dat. Ja. Nu is Lieselotje opeens heel knap. Ja. Dat kan zo gaan. Leuk man. Bedenk een leuk of goed voornemen voor één van je medespelers. Vraag zijn mening hierover. Een goed voornemen. Voor Pim. Sporten valt minder, man. Ja, echt zo. Wat vind je daarvan? Ik mis je. Ja, je mist mij, hè? Zeker mis ik je. Dus dan ga je jezelf maar trainen. Zeker. Dus je mij niet kan trainen, train je jezelf. Ik doe alles aan om je zaterdag kaart te verslaven. Ja. Dat je gewoon dat je dit mist. Ja, jij bent wel het meest afgetraind voor de Ens Olympics. Ik ga het racekamp de komende 4 dagen. Ja, echt. Voor 4 dagen duik ik onder, weet je. Je hebt te veel zeven blijft rijden. Ja, maar gaan we de onderdelen al bekendmaken aan de kijkers, of niet? Nee, lijkt mij niet. Nee? Of wij de onderdelen weten. Weet je dit niet, hè? Nou. Zit je in een groep? Nou, ik weet je hebt het toch gedeeld? Nee. Ik hoor het ook niet helemaal vangen. Nee, ik heb ze ook tegen Pim gezegd. Ja, speerwerk. Niet meer ingegeven. Ik hoor het allemaal gangen. Paardrij zit er ook in. Oh, leuk. Paardrij, ja. We hebben al het pak. Als je één wens mag doen voor één van je teamleden, wat zou je dan wensen en voor wie? Ik zou wensen dat je wint en zou ik voor mezelf doen. Dat je wint? Ja. Voor een ander? Nee, doe niet. Hallo, zet ons... We zeggen, Pim en ik zeggen hetzelfde op een andere manier. Hij wenst zichzelf de winst, ik zeg, ik wens dat jij verliest. Dat is niet normaal, het komt op hetzelfde neer. En nou, ik vraag het aan jullie. Wat zou iemand anders willen wensen? Ik wens dat Noël biceps krijgt. Dat is een mooi gegeven. Ik wens dat jij
Ik ben staat. We gaan gewoon roosten. Oh, wat een reden. Oké, nou, dit was de roost van Enzo Hendricks. Ja. Maar jij hebt niks gezegd. Ja. Nee. Wat wens jij zelf? Ja. Dat is gewoon puur. Maar voor wie? Maar voor wie? Nou, voor wie? Ik wens jullie een mooie toekomst. Zet alle mensen, en ik vind dat Nicole en Marion dit mogen doen met z'n tweeën. Zet alle mensen uit deze groep op een rij in volgorde van minder naar zeer humoristisch. Kom maar op. Maar ja, dat is zeg maar, verschilt misschien ook weer per Nicole of mij, snap je? Nee, want jullie hebben vaak een Slimbeek georganiseerd. Ja. Ik denk dat ik ook al weet wie Nicole bovenaan de lijst zet. Ik inderdaad. Enzo! Is dat echt? Ik vind jou vaak wel grappig genomen. Ik had dus Nicole. Dat moet een lange huisrit. Dat moet een lange huisrit. Maar echt legit in de Milan zou zeggen. Ik ook! Maar ik vergeet, ik heb Milan nog grappig. Ja, dat dacht ik ook. Als Nicole een video van Milan kijkt, ja. Ik zweer, het lijkt wel alsof ze gewoon een slappe lachen voor een uur of zo. Ja, maar dat wou ik dus ook zeggen. Maar doe even van laatst minst grappig naar meest grappig. Wie zet u op de laatste plek? Ja, maar ik ken moet hier niet. Staan. Ik weet niet of hij grappig is. Ik ken Pim wel. Zou ik maar van minst grappig? Heb je vandaag om Pim gelachen? Nee. Ciao! Dit is echt de roostel. Ik vind Pim wel grappig hoor. Ja, ik vond Pim met die crossbar challenge dat hij die juist. Ja. Ja, suur. Ja, suur. Nou, Nicole zet jou. Ja, op 5. Op 5, maar ik zou jou op 4 zetten. Ja, misschien met Mendo wel gewoon gezamenlijke plaats. Oh, ga ik nu redden? Ga je niet meer te redden? Goed, hè? Nee, maar dit. Oké, Pim. Ik ga de laatste plaats zetten. Dit is zo confident. Nou, kijk, en Nicole. Als hij naar mij kijkt, dan denk ik nou wel op 4. Oké, okay. Oh, wel. Ja. En dan Lars, vind ik. Ja, ik vind hem zo goed staan. Ja, en ik vind dan Enzo en Milan ook. Nee, ik vind Milan echt grappig zo. Ja, maar jij mag niet bepalen. Oh nee, maar dus jullie staan goed zo. Nou, die staan goed zo. Ik vind Milan ook grappig. Nee, maar goed, dan weet je in ieder geval wel waar jij moet werken. Nee, ik ga ook geen miskant. Hoor je niet. We kunnen nu al van breed naar minder breed zetten. Dus dat staat goed staan. Ik ben denk ik de enige die goed staat dan. Ja, ik denk dat wij moeten wisselen. Ja, doe maar even. Even. Wij wisselen en jij op laatste, Milan daar. Ja, ja, maar Lars is wel groter dan jij, dus hij lijkt wel breder. Nee, ja, maar kijk. Deze arm. Ik bloem het door tattoos, hij gewoon echt. Ja, nee, maar als je jullie zo op straat ziet, dan lijkt Lars wel breder. Dat is zo hoor. Dan, ja. Ik kom ook door een shirtje. Ja, zo. Dus, nou, één ding. Toch, maar net geen goud. Ah, ik heb nog een hele leuke. Van welk teamlid zou je iets willen weten wat je nog nooit hebt durven vragen? Oeh. Wil iemand iets hier vragen aan elkaar wat je nog nooit hebt gedurfd? Maar nu de camera aanstaat en een half miljoen mensen, kijk wel. Gooi het in de groep. Ja, Pim. Ja. Stotter jij je hele leven al? Nee. Hoe is dat gekomen? Oh, heb je even of niet? Nou, hij moet gaan leggen stotteren met een heel lang, hè? Ja. Ik weet niet. Ja, dan moet je even vast. Hey, Nicole, jij bent aan het lachen om Pim, hè? Ik zie het. Nee, ik kan het wel proberen kort samenvatten. Ik denk vanaf mijn 12e, 13e dat ik begon te stotteren. Dat steeds meer een dingetje werd. Heel vroeger had ik niet zo last van. Ik denk dat toen ik op de middelbare school kwam. En hoe het kwam, is je een andere vraag of niet? Ja, want dat is niet zo leren. Is dat gekomen doordat je een keertje schrok en de klas de klok was 12 uur of? Ik heb trauma raakte. Ja. Het was zo ineens dat je wakker werd en toen vond je het moeilijk om te praten. Of moeilijk, ik weet serieus niet waardoor het echt is gekomen. Ik denk puberteit, onzekerheid, dingen spannend vinden, daarin en zo. Zoiets zou het in liggen, denk ik. Nu heb ik kut en nu ben ik blij dat het. Is ook een antwoord? Ja, oké. Ik word zo blij. Zo. Wel spannend, hè? Ja, ik heb wel eens voor Milan. Hoe voelt het nou om koning YouTube te zijn van Nederland? Dat is een mening. Nee. Dat is een feit. Nee. Als je op straat loopt en je zou het vragen, de gemiddelde persoon zeggen, ja, Milan heeft toch wel... Nee, dat is, ja, gemiddelde persoon die ouder dan 20 is, maar... Ja, maar dat is wel... Dat zijn mijn vrienden. Daar heb ik een plekje op. Nee, maar oké, even gewoon serieus. Als je zeg maar dat vroeger bent begonnen toen het nog niets was en je het nu zo ziet worden, wat ben je zelf dat je heel
ja, ben je er blij om? Of zeg je eigenlijk misschien had ik het wel liever niet gewild? Of ik weet het niet. Dan ben je wel benieuwd. Wat voor gevoel geeft het jou dat jij zeg maar wel een van de grondleggers bent? Om het even serieus te maken. Oh, maar dat is een heel trots gevoel. Ik vind het heel leuk dat ik een van de eerste in Nederland was. Ik denk dat er 5, 6 andere YouTubers waren. Ja. Maar als je kijkt naar nu wat er nog over is gebleven van de grondleggers, zijn het er eigenlijk nog maar 3, denk ik, die echt booming zijn. En ja, gewoon, het geeft me trots. Die zijn niet meer booming. Ja. Ja, voor de kijkers die het niet snappen, zeg maar, toen ik 15, 16 was, keek ik zeg maar de video's van Milan. En toen was, oh, jij was toen 20 of zo, denk ik. En dat was voor mij toen YouTube Nederland. Dus toen ja, was het denk ik nog wel al, maar de YouTubers die er nu zijn. Nee, ik was er niet hoor. Je had een handjevol YouTubers en dat was ja, Milan bij. Ook. En dat is wel, mensen vergeten dat soms, dat het toen zeg maar, dat sommige mensen al zo lang meegaan. En dat het echt best wel grappig is. Ja, nee, maar... Zo lang meegaat, ja. Nee, ja, nee, ja maar het was wel... nog steeds niet bedorven. Dat is wel heel leuk, want ik was dus laatst bij verschillende scholen, basisscholen. En dan vroeg iemand van, hoe lang ben je al bezig met YouTube? En denk, ah, leuke vraag. Elk klaslokaal heb ik dat al gehad, maar leuke vraag. En dan... Zo ga je ermee om. Dit wou ik naar boven halen. Denk, ik mag nooit meer naar boven. Nu komt de waarheid naar boven. Dus, en dan vraag ik altijd van, is er iemand hier zo ouder dan 12? En dan gaat niemand de vinger opsteken. En zeg ik, nou, ik was al begonnen toen jullie nog niet eens bestonden. En dan, wauw, zo. Want hun leven is natuurlijk al 10 jaar, 11 jaar lang. En dan besef je wel van, oh ja, ik ben al tering oud en ben al lang bezig. Ik ben net 31 geworden. Hey, boomer, man. Goeie, man. Goeie. Boomer vibes. De laatste. Kijk naar je rechterbuurman. Begint bij Pim. Ja. En maak de volgende zin af. Als ik jou een tip mag geven, dan... Oh, en besef, dit zijn normaal gesproken kaartjes voor op de werkvloer voor een bedrijf. Maar dit kan je dus positief doen. Hè? Ja. Zeker. Pim die zegt, als ik jou een tip mag geven, dan... Nou, laatst kwam hij binnen en ik vond zijn kledingstijl echt super tof. Alle kleurtjes en dingetjes. Dus als ik jou een tip mag geven, ga zo door met lekker alle gekke dingen combineren. Want dat is goed. Nou, dat is echt lief. Dat is een tip. Kusje. Oké. Okay. Kom op. Nu moet ik aan jou. Ja, maar jeetje. Je keek me even aan. Zo, nou, de kledingstijl voor ik niks aan. Swag. Ja, maar tip. Ja, maar dan gaat iedereen nu tegen elkaar zeggen, ja. Hey, je bent zo lekker bezig. Hey, weet je wat mijn tip is aan jou? Oh, ja, dus echt een serieuze tip. Deootje? Nee, het is echt nog fris, man. Nee, ik zou zeggen als tip, je hebt het soms zo druk dat ik hoop voor jezelf dat je ook nog dat je de rust kan vinden om lekker soms even te ontspannen. En als je dat niet dezelfde door had, is dat mijn tip. Doe dat. Waardeer ik. No stress. Wil jij wat werk voor me overnemen? Ja hoor. Ik heb nog wel een mailadres. Onbeantwoorde mailtjes. Oké, iets positiefs, hè? Oké. Als ik jou een tip mag geven, dan zou ik je adviseren om naar de kapper te gaan. En dan een klein beetje eraf en dan vaker je haar te doen. Want je haar is mooier dan een pet op. Ah, het ook. Wow, bro. Zeker, vind ik wel. Maar we houden voor nu maar op. Ja, ik vind als Noël zijn haar, dat vind ik mooi. Maar niet in die scheiding, die gordijntjes. Nee, maar... naar voren. Naar voren. Naar voren. Thanks for the tip. Dus het wordt nu langer. Ja, dat ik ook krijg het voor mijn ogen. Ja, sowieso, een pet is ook altijd heel slecht voor het haar. Hè, want dat... Ja, dat valt uit. Ik doe het vooral als het daar niet uitvalt. Maar... Ja, ik heb al 9 jaar pet op en het gaat nog steeds goed. Ja, maar... heel onderdrukt dat haar. Oké, okay, ik een tip. Ja, dus je begint de zin met, als ik jou een tip mag geven, dan... Als ik jou een tip mag geven, dan... Ga vooral door met YouTube. Blijf je best doen. En misschien kom je ooit weer boven je broertje. Oh. Nee, die is leuk. Nee, dan... Je doet gewoon zo goed al. Niet een keer van scheer je wat vaker of laat het langer groeien is mooi of... Ik ben 2 keer leeftijd, hè. Hij deed al YouTube toen jij er nog niet was, hè. Als ik jou een tip mag geven. Heel moeilijk. Ik ken hem nog niet zo goed. Nee. Wat? Ja, dat is toch moeilijk. Maar jij keek hem toch ook altijd op YouTube? Ja. Ja. Had je nooit eens een keer dat je dacht, nou kindje, wat doe je? Ja. Waarom? Oh ja. Waarom? Hij wil vragen stellen. Ja. Waarom ben je gestopt met Kobbelclub? Ja. Dat is zwaar, hè? De kijkers, dat is een
heel oud kanaal, een Minecraft kanaal was dat. Ja. Als ik jou een tip mag geven, dan pak het Minecraft weer op. Ja, pak het weer op. Dat was zo leuk, met al die wapens in Minecraft. Ja, ja. Dat is goed, ik zal het meenemen. Ja. Als ik Minecraft ooit weer leuk ga vinden, dan... Wil je die ook geven? Ja. Ja, aan mij. Oh, ja, dat gaat weer terug zo. Jij was degene die het loes om de rug steekt. Dan komt het helemaal goed. Komt dichterbij. Oh, als ik jou een tip mag geven, dan zou ik misschien zelfs met dat hele stotten wat ik net ook vroeg aan jou, zou ik daar presentaties van geven of lezingen of bij scholen, waar het belangrijk is. Daar wist je dat ik alweer bezig ben. Echt? Heel leuk om te doen. Zeker. Ja, zeker, want je bent heel enthousiast en heel blij. Ja. Je komt ervoor uit. Ik praat er ook graag over, dus tof. Therapeutisch uur. Ja, dat is mooi, dat is mooi. Ja, goeie tip. En dan betalen ze dan per cursus gewoon geheel, zeg maar? Of is het... Ze betalen per minuut. Per minuut. Dat is gewoon een woord. Het is cash out, wow. Ja, niet normaal. Ik heb maar hele lange lezingen, maar ik heb het wel zin in. Nee, misschien hebben we er echt op moeten doen. Ja, dat vind ik ook wel wat voor jou, ja. Ik krijg best wel veel vragen erover, stotteren en dingen. Best wel mensen die stotteren en die vinden dat ik heel borstig mee omga en dingen. Ja. Dus ik heb het gevoel dat ik er iets mee moet doen of zo. Het voelt ook alsof ik iets kan heb goed uitleggen. En graag wil helpen. Dus ja, zeker. Maar dan maak je dus een presentatie van een half uur en dan duurt het een uur. En dan moet ik anderhalf uur. Ja, zeker. Ja, dat moet je doen. Ja, en dat je dan de klas binnenkomt en zegt, jongens, één ding moet ik van tevoren zeggen. Ik weet niet precies hoe lang het gaat duren. Dat hangt er gewoon vanaf. Ja, maar je maakt echt de bom dan als je zo begint. Gewoon een beetje met zelfspot. Ja, dan is die bom gevallen. Ja, dan... die bom gevallen. Ja, is wel echt zo. Nee, goeie man. Dat is mooi, bro. Dat is mooi gezegd. Je doet altijd leuk. Misschien presentator iets meer doen. Ja, echt leuk. Ja, ik zat te denken aan kommelclubs. Dat je ook zo specifiek kommelclub zegt. Ja, ik heb deze vraag geloofd als je gesteld hebt. Ik heb daar nog nooit van gehoord. Nee? Gewoon nog nooit. Ja, maar dat... iemand over iets over horen zeggen. Oh. Ik had nooit YouTube gehoord. Nee, maar dat Minecraft moeten we oppakken, Milan. Vind ik ook. Samen wij. Ja. De knobbelclub. Knobbelclub. Ja, we doen iets mee. Elke aflevering iemand anders knuppelen. Dames en heren, dit is de laatste kans zowat om je ticket te halen voor de Enzo Olympics. Laat vooral weten ook in de reacties met de kleur van de emoji. Roze voor team Milan, blauw voor team Pim, rood voor team Enzo, paars voor team Noël, oranje voor team Lars of groen voor team Thijs. Laat het eventjes weten en kom ons aanmoedigen. Haal je ticket. Linkje daarvoor staat in de beschrijving. Zorg dat je erbij bent. We hebben echt een hele vette line-up van allemaal vette dingen die we gaan doen. Het is een show van 3 uur lang met allemaal gekkigheid. Mooie dingen die gaan gebeuren. Zal waarschijnlijk niet allemaal goed gaan, maar hey, we maken er een fantastische show van. Oftewel, 1 grote gekkigheid, 3 uur lang. Wordt fantastisch. We gaan meerdere spellen spelen. We gaan battlen. We hebben gastartiesten optredens. Dus dat wordt ook hartstikke leuk. Dus het wordt echt een vette show. Zorg dat je erbij bent. De Enzo Olympics 24 september. Haal je ticket in de beschrijving. En dan zien we je daar. Hoe ontzettend gezellig is dit, dames? Ja, weet ik eigenlijk niet. Hoe gezellig is dit? Zo, man. Nee, dit is wel echt leuk, hoor. Ik hoop dat ik later zo'n mooi gezinnetje krijg als deze mensen. Ik kom zo voor zo. Ja, dat is wel een droom, hoor. Serieus. Nee, ik kan niet hebben als iemand een betere baargoed krijgt als ik. Wat zag je? Wat? Dus jij? Ja, nee, als ik het laat staan, denk ik wel dat ik krijg wat jij hebt. Ja. 5 jaar later of zo. Ja, ik ga nu ook niet te veel antwoord geven op wat jij zegt, want waarschijnlijk word ik dan geroost. Heb je ooit wel eens met je baard ergens in iemands anders zaken lopen hangen waar het niet moest? Nee, waarom kijk je Nicole aan? Voor de vlog. Nee, maar heb je wel eens iets in je baard gehad dat je achteraf dacht, wat is dit? Ja een beetje brief van honderen. Ik denk, nee, nooit. Maar mensen denken ook echt dat een baard vies is, maar dat valt wel mee. Ik heb niet gezegd. Ja, maar mensen wel. Maar durf je een likje te geven aan zijn baard? Nee, nee. Dat is wel... Weet je wat ik vies vind voor de mensen thuis? Ga niet zomaar aan mijn baard zitten, zo van, oh, ik ga even voelen, want jouw... Dat dus. Ja, maar dat mag Nicole wel doen, vind ik. Nee, ook niet. Vieze maxillenvingers in mijn baard. Oeh, daar kom je bekend voor, of niet, Mario? Als ik aan Enzo's gezicht zit... Dan... Ja, dat vind ik gewoon niet fijn, hè? Ik ook niet. In mijn oren. Dan...
Ah, dit... Conor McGregor, ik wist dat je hier was. Hey. MMA, what's out? Oké, okay, ja, nee, dat... Ja, dat was te intiem, ja, inderdaad. Ja. Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Want Marion die gaat soms ook in één keer aan mijn gezicht zitten en denk ook... Ja, maar dat is wel onzin. Want overdag vindt hij het dan helemaal drama. En als we dan in bed liggen en ik kriebel zijn gezicht, dan is het lekkerste wat er is ineens. Ja, maar in bed mag dat. Zo, ja, dan... Als op mijn handen dan ineens... Ja, voor het slaap gaan was ik altijd mijn handen. In bed zijn gaat om mijn handen. Ja, maar ik hoop dat jij dat ook doet. Nee. Nee? Nee. Ik ga niet voor het slapen gaan mijn handen wassen. Milo, had jij spoepschepper voor je? Ik maar ik denk omdat ik het overdag niet kan, ga ik s'avonds voor naar bed te verpoepen, geen handen wassen en dan lekker mijn Enzo. Nee, serieus, doen jullie af voor het slapen gaan handen wassen? Nee. Ik doe altijd, ja, dat is, daar kom ik nu achter hoor, altijd elke dag voordat ik ga slapen. En het laatste wat ik ga doen, als ik tanden heb gepoetst, geplast, alles, ga ik handen wassen en ga ik in bed liggen. Je doet toch je tandenborstel schoonmaken, doe je ook gelijk je handen? Ja, dan zijn mijn handen wel. Doe jij niet, toch? Nee. Ja. Doe je met je hand je tandenborstel schoonmaken? Ja, maar zo met de borstel. Nee, dat ken ik ook niet, altijd. Hoor. Altijd. Doe je dat? Dan zie ik met je vieze handen je schone tandenborstel. Nee, maar dan gaan al die witte tandpasta dingen in tussen ja, zitten. Gewoon die schokje. En ja, maar dat doe je met de straat. Zo even in het putje, zo. Ja, nee. Ik kom niet met mijn handen aan de borstel. Nee, maar hij wel. Ja, oh, ja. Hij doet schoon. Hij is wel lekker schoon. Ik doe mijn handen wassen. Oké, ja, nee, ieder zo'n ding. Ja, is toch? Ja, maar dan hoeven we elkaar niet raad te vinden. Ja, maar soms kom je er ook achter dat iets wat je doet, dat dan in één keer heel raar is. Want stel, jullie hadden nu allemaal gezegd van ja, ik was mijn handen voor het slapen gaan. Dat ik dan in één keer denk, ik heb dan nog nooit. Ja, nou, blijkbaar ben ik de enige dus. Waarom zou je niet je handen wassen voor het plassen? Ja, dat is ook raar. Ja, maar dat doe ik ook heel vaak. Voor het plassen? Ja, ja, dat doe ik ook heel vaak. Stel voor op plekken, vooral als bijvoorbeeld Schiphol of wat dan ook. Dan heb je al koffers aangeraakt, hè, douane, handvaten, leuk. Dan denk ik, ja, ik ga niet met die vieze vingers aan mijn pielenmoes. Ik heb daar dus een techniek voor, let op. Je doet dus zeg maar dit zo. Hey, en dan achterwaarts, woop, hoef je je handen niet te wassen. Gast, hoe... Ik heb ook een loopband midden in de woonkamer. Hoe knijp je af dan? Ja. En hoe... Dat is het echt nee, maar serieus. Handen wassen voor het plassen en na het plassen, dat doe ik ook steeds vaker. Dat ja, is wel een dingetje. Lifehack. Goed. Anyways, dames en heren, wij zijn Tick to Ride aan het spelen en ondertussen zijn we nu lekker, we zijn nu even pauze aan het houden, even lekker aan het eten. We gaan straks spelletje weer verder spelen. Het is super gezellig, goede vibe, ik hou van deze mensen, helemaal leuk. Oh. En Thijs kon helaas niet meer komen, dus die komt morgen. Oh my god. Oh, ik zat die camera staan, ik zie jou zo nu. Door die spleten. Oh, helaas. Zo, dames en heren. De dag zit erop. En dat is me goed ook, want mijn keel die begint het weer te begeven. Sorry. En hoe meer ik praat, hoe meer last ik heb. En vandaag heb ik veel gepraat en veel geschreeuwd en enthousiast geweest. Dus ik ga lekker naar bed en ik laat mijn keel voor de nacht rusten. Hopelijk word ik niet wakker. Gaat het helemaal top. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. We hebben nog een superleuke, gezellige avond gehad. We hebben nog wat dingen doorgenomen voor de Enzolympics. Het komt zo dichtbij. We vinden het allemaal zo spannend, maar we hebben er super veel zin in. Ik zie jullie hopelijk daar. En sowieso morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.